Hoi, leuk dat jij weer een fidget spinner video bij mij komt kijken. Ik zit te denken om te proberen, ik weet nog niet of het gaat lukken, maar ik ga het gewoon proberen om een fidget spinner te knutselen met Fimo klei. En Fimo klei is klei wat dus ook in de oven gebakken gaat worden, dus op lage temperatuur, tenminste iets van 110,5 uurtje bakken in de oven. Dus dat lijkt me wel spannend om te proberen. Ik heb een kogellager en die ga ik er dan straks in vastmaken. En dan hoop ik eigenlijk dat het lukt. Ik ga een dop gebruiken om een beetje de afmetingen te doen. Het leek me leuk om 3 gezichtjes te doen. Nou, daar heb ik mijn dop voor nodig. Ik heb even 3 keer overgetrokken en voor mezelf een ontwerpje getekend. En dan ga ik het dop proberen om te kijken of ik het midden zo meteen kan knutselen. Dus dat wordt nog wel even heel erg spannend. Ik ga dit nu eventjes losknippen en ik ga het alvast in mijn handen even kneden en warm maken, zodat het te bewerken is. Ik pak even een stuk voor het midden. Ik heb al 2 stukjes gemaakt voor de gezichten. Nou, dit wordt ook zo meteen voor het gezicht. En nu ga ik eerst even het midden laten zien. Even kijken, wat is een grotere klomp? Deze wel. Ik ga een rondje draaien. En dan ga ik het plat drukken. En even kijken, ik probeer ze een beetje op het zicht even dik te houden. Is niet makkelijk. Maar ik probeer het wel. Even kijken. Ik denk dat dit zo wel breed genoeg is. Ja, eigenlijk is het iets te dik, hè. Want dan wil ik zo de gezichten erop hebben. En mijn handen moeten ook nog inpassen. Nee, dat is iets te dik. Proberen we het nog een keer. Gaan we weer een rondje maken. Een bolletje maken. Ja, dit is ongeveer wat ik wil. Dan past dit er ook nog mooi bij. En dan een beetje zo aan elkaar vastmaken. Dat is wel leuk. Vinger past, past er goed tussen. Hij is alleen nog iets dikker dan de rest. Dus ik ga even toch ietsje eraf halen. En dan ga ik het weer opnieuw doen. Dat is zoals ik het ongeveer wil hebben. Dan ga ik nu voor het laatste bolletje er nog eentje maken. Ik zit even te twijfelen. Ik pak er heel even snel een fidget spinner bij, want ik wil niet dat hij te groot wordt. Nee, dat is wel goed zo. Dan pak ik er... Ga ik nog een bolletje maken. En die drukken we ook weer plat. En dit gaat dus weer een van de gezichtjes worden. En de gezichtjes, die doe ik dus met een dop. Deze moet ongeveer... Even plat worden als de andere. Even kijken, heb ik hem nou iets te plat? Nee, is goed zo. Dan pak ik een dop en dan druk ik hem zo. En dan gaat dit eraf. Nou, dat is niet handig. Net deed ik het aan de tafel, want dan bleef hij goed aan de tafel plakken. Niet op een stukje bakpapier dus, heb ik gemerkt. Toch maar op de tafel. Doe ik weer opnieuw en dan op de tafel en dan dopje eraf. En dan blijft hij, als het goed is, plakken aan mijn tafel. Oké, ik ga kijken of het klopt. Dop eraf. Ja, op mijn tafel is het toch beter, want dan blijft hij plakken op mijn tafel. En op een stukje bakpapier blijft hij in mijn dop steken. Ik haal de zijkanten zo weg. Die gaan er vanaf. Even heel goed eromheen kijken zo. En dan voorzichtig dat ik hier niet te veel vervorm als ik hem van mijn tafel afpluk. Zo. En dan even de zijkanten bijwerken. Even zo een beetje draaien. Het lastige van werken met Fimo vind ik altijd... Ja, ik doe niet echt speciaal, hè. Dus ik gebruik geen speciale werktuigen. Ik doe gewoon lekker met mijn handen en mijn vingers en mijn nagels. En zo nu en dan eens een keer een satéprikker of zo. Of als ik echt iets nodig heb, dan kijk ik om me heen wat ik in huis heb. Maar ik gebruik geen bijzondere kleigereedschappen. Want ik vind, als ik iets laat zien, dan moet dat door andere mensen die dat ook niet hebben ook na te doen zijn. Zo, nou, dan is dit dus zo.
Oké, nou dan heb ik hem zo grotendeels klaar. Dan ga ik mijn kogellager hier uitdrukken. Of zal ik dat als laatste doen? Ja, ik ga dit nu eerst even aan elkaar vastmaken. Ik heb die twee kanten al vastgemaakt, dus nu ga ik deze zo vastmaken. Ik heb het tegen elkaar gedrukt, dus een beetje losmaken van het bakpapier, zodat je dit er mooi tegenaan kan drukken. En dan met een satéprikker of met je nagel kan je het aan elkaar vastmaken, kan je het aan elkaar wrijven. En dan komt er nog een extra dik laagje, zeg maar, eroverheen, zodat het dan beter aan elkaar vast gaat zitten. Goed tegen elkaar aanduwen, dat je het echt met je satéprikker aan elkaar vast kan wrijven. Het kan zijn dat je op de achtergrond even mijn kinderen hoort. Ze hebben vandaag een halve dag. Het was een sportdag, maar het regende zo hard dat het toch geen sportdag meer was geworden. Maar ze hebben een halve dag. Ik pak dus iedere keer een stukje geel en dan eventjes tussen je vingers rollen en dan pak je steeds een klein stukje en dan leg je het er overheen zodat je het een beetje stevig kan maken. En met een satéprikker of deels met je nagels kan je dit dus heel mooi uitwrijven zodat het één geheel wordt. Nou, dit is dan wat ik dus ook steeds nu ga doen. Even steeds een stukje rollen en dan netjes proberen uit te wrijven om het vast te maken. Vergeet niet om ook de achterkant te doen, hè? Dus dan leg je hem even op je handen en je haalt hem eventjes vanaf. En dan draai je hem om en doe je ook de achterkant. Maak je die ook aan elkaar vast. Nou, nu ga ik ruimte maken voor mijn kogellager. Wat ik ook had kunnen doen, hè, dan had ik dit nu niet hoeven doen. Ik had aluminiumfolie hieromheen kunnen doen. En dan bij het eerst maken om mijn kogellager heen kunnen maken. En had ik hem er zo uit kunnen duwen. Maar ik heb hem nu andersom gedaan. Even kijken of ik hem een beetje recht erin heb gestopt. En dan ga ik nu eigenlijk dit er zo uit prikken. Dus met mijn satéprikker ga ik hier een rondje wegsnijden. Ik heb uiteindelijk toch maar een nagelschaartje gebruikt. Een vijl zou ook kunnen, want dat sneed toch wel wat makkelijker dan mijn satéprikkertje. Nou, ik leg hem er even in en dan zorgen dat hij er goed in past. Kijk, dit vind ik op zich niet zo heel erg dat hij er niet helemaal goed om past. Ik ga hem straks plakken met lijmpistool. Ik ga hem wel even zo nog een beetje er mooi tegenaan leggen. Hij hoeft er niet helemaal goed, maar dat hij er wel zo in past. Oké. Dan laat ik het even zo, haal ik het later eruit. Dan ga ik nu de gezichtjes erop maken. Dan ga ik beginnen met de ogen. Ik heb twee zwarte bolletjes gerold voor de ogen. Die ga ik plat drukken. Zo. Ga ik ook aan de andere kant doen. En dan een klein stukje als mondje. Een beetje rollen weer. En dan een vouw in aanbrengen. Nou, dat is leuk. Kijk. En dan nu even schattig maken. Daarvoor moet ik wel eerst mijn vingers gaan schoonmaken. Want met zwarte Fimo dan worden mijn vingers altijd een beetje zwart. Ik heb twee bolletjes. Twee hele kleine piepbolletjes. Witte Fimo. En dat ga ik dan drukken als oogglansjes. Eén op de ene kant. Eén op de andere kant. En dan ga ik het met mijn nagel plat drukken. En dan pak ik twee nog iets kleinere bolletjes en die gaan dan schuin naar beneden. En dan ook weer plat drukken.
Nou, wordt al heel schattig. En dan twee roze bolletjes voor de wangetjes. Ik denk dat ik zo iets mooier vind. Als ik ze niet als bolletjes doe, maar dan even zo tussen mijn vingers. Ah, die is zwart. Die is zwart. Die heeft een stukje zwart. Even eruit halen. Even kijken of ik het goed geplaatst heb. Zo, en dan plat drukken. Wordt al heel leuk, hè? Nou, nu ga ik de andere gezichten doen. En zo, klaar is Kees. Dit gaat nu de oven in. Ik ben al aan het voorverwarmen op 110 graden. Normaal doe ik het altijd een half uur in de oven. Dus nou, het zal nu wel wat langer gaan. Dus ik ga in elk geval met 3 kwartier beginnen en kijken of die dan al hard en stevig genoeg is. Ik ga mijn kogellager er nu uithalen. Die ga ik eruit halen, zodat die dan straks vastgelijmd gaat worden. En dan gaat dit zo de oven in. En zo komt die uit de oven. Nou, hartstikke leuk. Ik vind de kleuren ook gewoon heel erg mooi, heel erg vrolijk. Ziet er natuurlijk leuk en schattig uit. Je kan je eigen gezichtjes maken zoals jij het zelf wil. Ik moet mijn kogellager hier nog inplakken met mijn lijmpistool. Maar ik ben hem vergeten aan te zetten. Dus ik denk, voor nu kan ik ook wel zo jou een indruk geven hoe die werkt. Want zo kan ik hem ook nog wel even lekker inklemmen en gebruiken. En dan kan ik aan jou laten zien hoe dat dan werkt. Wel een waarschuwing. Mijn kogellager is nieuw. Zit nog vol net ingevet. Dus hij draait niet zo lang als dat hij zou draaien nadat ik hem vaker heb gebruikt. Dus dit is zoals die nu op dit moment draait. En dan hoe vaker ik hem gebruik, hoe meer olie er zeg maar weggesleten gaat worden. En hoe beter mijn fidget spinner gaat draaien. Mijn vingers ruiken nu ook iedere keer naar olie. Nadat ik het dus gebruikt heb. Want dat geeft dan een beetje af. Nou, heel mooi. Ik heb ook een heleboel andere leuke fidget spinner video's. Zowel zelfgemaakte fidget spinners van karton. Die ook nog wel heel erg leuk zijn. Die ook nog wel eventjes lekker gewoon leuk om te maken zijn. Fidget spinner makeovers. Wil je je fidget spinner een nieuwe look geven, zodat hij ook bij het draaien er gewoon heel leuk en bijzonder uitziet? Nou, ik heb een aantal ideetjes voor je bedacht voor een makeover. En dit is mijn laatste video waarbij ik een challenge heb gedaan met Gamerpapa. Ik had hem uitgedaagd wie kan de leukste, handigste, beste fidget spinner maken van Lego's. Ik heb een hele gave Batman Lego fidget spinner gebruikt. Nou, je kan dus die challenge zien tussen ons tweeën. En dan kan jij jouw mening laten weten wie van ons tweeën heeft volgens jou gewonnen. Mijn super luxe, gave Batman fidget spinner. Of zijn Lego fidget spinner. Nou, ik hoop dat je deze video leuk vond. Dat ik jou een goed idee heb weten te geven hoe je met Fimo Klei je eigen fidget spinner zou kunnen maken. Vind je deze video leuk? Vergeet het niet een like te geven. Likes helpen me altijd superveel. Wil jij al onze fidget spinner video's zien? Ik heb heel veel hele leuke gaven gekochte, maar ook heel veel DIY's. Hier zie je al onze fidget spinner video's. Mijn man heeft nu laatst een LED fidget spinner zelfs getest. Hier zie je mijn kanaal. Dan kun je mijn kanaal gratis abonneren. Hier kun je zijn kanaal gratis abonneren. En dit is ook een leuke video. Doepa doe!